Des te beter, neem me niet meer mee. Alleen godswetten gelden. Menselijk recht dwaalt al eeuwen in duisternis. Een paar uurtjes op een politiebureau voor moord, dat is een dwaling. Je hebt nog aan die zaak gewerkt, hè? Ja. Nou ja, heel even een paar dingen gecheckt toen. Maar jij zat toch altijd bij ernstige delicten? Vroeger gingen we bij het korps toch wel eens een paar vermissingen aan. Toen gaven we nog... Sorry. Vroeger maakten we nog wel eens werk van vermissingen onder de 18. Tenminste, als de familie erom vroeg. En als het tijd was. Dus jij hebt Marsalis nog gesproken? En zijn tweelingbroer. Wil je nou doen? Uitzoeken wat het echte motief van die oude Hubers was. En de broer van het slachtoffer op de hoogte stellen. En het dossier sluiten. Hans Scholten. Volgens Hubert hoort hij in de computer te zitten. Dick, kom eens hier. Hier. Anders loop je de rest van de dag maar naar te zoeken. Recherche. Mevrouw, recherche. Politie. Ai, jee. Met mij, pijpen. Voor politie, ja. Oh, een seksappeal, die mannen, hè? Hans Scholten? Ken ik jou niet ergens van? De kok. Met COCK. Recherche. Jullie weten zeker dat het mijn broer is. Er wordt nog wat technisch onderzoek gedaan, maar het is voor 99% zeker. We hebben een dader. Die heeft het lijk aangewezen. Zelfs dat kunnen jullie niet eens. Nou, wie was het? Jullie oude buurman, Huberts. Tuurlijk. Die gereformeerde pokkelul. En dat heb ik jou 20 jaar geleden al gezegd. Maar waarom heb je hem toen niet gepakt? Dat onderzoek heeft destijds niks opgeleverd. In dit land word je pas veroordeeld als er bewijzen zijn. Maar daar weet je zelf alles van. Is dat zo, Bad Eend? Toen het onderzoek bezig was, toen zat jij nog bij de 7 kenners. Maar ik zat niet bij de 7 kenners. Eén keer is hij bij die gore ouderling langs geweest. Eén keer. Terwijl hij mij 3 keer ondervraagd heeft, zijn eigen broer. Jullie hebben godverdomme nog minder fatsoen dan de eerste de beste stoephoer. Het recht heeft niet altijd zijn loop. Uitgerekend, jij komt mij daar zeggen. Flikker erop, man. Hoe was de verhouding met je broer? Wat bedoel je dat? Konden jullie het een beetje met elkaar vinden? Man, dat snappen jullie toch niet. Probeer eens. Ik heb wel eens met de tweelingzus dat als de ene moet bevallen, dat de andere weeën krijgt. Beter kan ik het niet uitleggen. 5 jaar lang heb ik elke dag naar hem gezocht. Hé. Hey. 5 jaar, elke dag. Uw broer Mark ging vroeger met de dochter van Hubert om. Dat meisje, dat was helemaal wouds van hem. En dat kon die Hubers niet hebben. Fijn, als gemalen poppenstront die vent. We hebben nog meer slecht nieuws. Jij hoeft mij niks te vertellen. Het is verjaard, hè? En zijn heiligheid loopt nu weer gewoon op straat. Het spijt me oprecht. Wat spijt je? Oh, nee, dat vind ik erg lief van je. En het spijt jou ook, hè? Ah, dan heb ik geen ene sodemieter. Ah! Even minder kan ook wel, hè? Jij bent ook niet bepaald, koosje. 2 jaar weer eens poging tot doodslag, mishandeling en rits inbraken. Is de vreemdelingenpolitie hier alles wezen snuffelen? Gaan wij dreigen? Pleur toch op, man. Die is de beste kraak, daar krijg je bekend levenslang. Maar moord, oh, dat laten we gewoon verjaren. Dat ik jou eens iets vertellen. Voor een normaal mens verjaart moord nooit. Mij ook niet. Nee. Maar jij kan er niks meer aan doen. Ja, zo is het toch. En nou, move. Omrotten! Kom, hup! Hup, hup!
grote bek, die gozer. Ik vraag me af wat er gebeurd zou zijn als zijn broer wel gevonden was en de moordenaar veroordeeld. Je zit er nog om mee, hè? We proberen in ons werk altijd op zoek te zijn naar de rechtvaardigheid, maar soms mislukt dat. Kom. Move. Wilt u misschien koffie? Nou, dat kan wel even wachten. Regent het nog? Vanmiddag regent het. Mevrouw Huberts, we hebben u net verteld dat uw man... Ex-man. Uw ex-man een moordenaar is en u begint over het weer. Ja, het overvalt me. Zijn slachtoffer woont jaren naast u. Ja, het is verschrikkelijk. Begrijpt u, ik probeer iedere gedachte aan mijn ex-man uit mijn hoofd te zetten. Waarom? Hij was een tiran. Voor mij en voor de kinderen. Ik heb 2 kinderen. Mijn zoon Philip. En Marijke. Ja, materieel verzorgde hij ons goed, hoor. Hij had zich opgewerkt. Hij had zijn eigen bouwbedrijf. Na de vermissing van Mark Scholt is de politie ook bij uw man langs geweest. Kunt u zich daar nog iets van herinneren? Nou, hij had een hekel aan Mark. Nou, nee, niet dat ik weet. U weet niet meer hoe er over Mark werd gesproken? Hij zei iets van de God der rechtvaardigheid leeft. Verdomde geloof van hem. Philip, deze heren zijn van de politie. Mijn naam is de Kok. Dit is mijn collega Fredde. Uw vader heeft vandaag bekend dat hij 19 jaar geleden... uw oude buurjongen heeft omgebracht. Die jongen van Scholten. De zak. De schijnheilige zak. Uw ex-man vertelde ook dat Mark Scholte ontucht pleegde met uw dochter. Ja, zo zag hij dat. Hoe zag u dat? Nou, Marijke was verliefd op die buurjongen. Mijn ex-man noemde haar een goddeloze hoer. Nou ja, die familie. En Mark ging net als zijn broer ging die het verkeerde pad op. Dat vind ik ook wel, ja. En dat is de reden dat uw ex-man Mark vermoordde? Een vriendje dat niet in de pul valt van vader, dat komt vaker voor. Nou, die Mark... Mijn ex-man zei dat Mark Scholte hem afperste. Zei uw ex-man ook waarom? Nee, dat zei hij niet. Maar u wist het wel. Marijke had Mark dingen verteld. Dat mijn man dingen met mijn dochter... Maar dat was niet zo, hoor. Echt niet. Dan had ik het toch. Dat was wel zo, mam. Dat weet je best. Spaar die hufte toch niet. Maar ik heb het toch nooit gemerkt. Ik wist het toch je niet. Je wist het wel, mama. Je wist het. Zelfs ik wist het. Doe nou. Het maakt niet meer uit. Marijke haat me. Ze wilde niks meer met me te maken hebben. Ik mocht niet eens op de huwelijk komen. Ze heeft 2 kinderen. Ik heb ze nog nooit gezien. En nou dit... Mevrouw Huberts, wilt u dat wij uw dochter op de hoogte brengen? Nee. Dit moet ik zelf doen. Wat een verhaal. Meneer Karel Huberts verlaat straks deze wereld als moordenaar en incestpleger. Ik ben benieuwd of hij het laatste ook als een dominee verteld heeft. Sluiten we de zaak hiermee af? Ik wil morgen zijn dochter horen. Marijke Bogers. Wat in Almere, Stoelenmatter 8468. Dat is fijn. Zo'n adres waar je hobbelend over de verkeersdrempel zit uren schompers naar zoekt. Gewoon op het bureau te komen. Ja, daar zit Huberts ook nog steeds. We gaan naar het bureau voor een verklaring. Daarna laten we hem los. Ja, mij. Dick. Dick Fledder, grapjes. Zeg, we zijn er zo. Kun je Huberts vast naar boven sturen om zijn definitieve verklaring te...